Ja, mooi toch? Ronald rijdt met Ricardo mee. Ja, zeker weten. Dit is, misschien dat ze daar nou ook wel kans op maken. Ja. Ja, dan moeten we van tevoren even duidelijk uitleggen. Ja. Dat er ook gewoon bij hoort. Handje geven na de wedstrijd, of in de wedstrijd na een overtreding, of als de scheidsrechter fluit, niet klagen. Dat zijn allemaal dingen, zeg maar, die in het normale leven ook belangrijk zijn om daar je grenzen in te kunnen. Accepteren en doorgaan. En hoe mooi is dat dan te trainen in een voetbalwedstrijd, wanneer je adrenaline het hoogst is, zeg maar. Dit project is begonnen na een vraag van Karin Dame, mijn bestuurssecretaris. En die hebben aan mij gevraagd of ik een voetbalproject hier wou beginnen in het Nijmeegse voor onze doelgroep. We merken dat wij te maken hebben met een doelgroep die het best lastig vindt om naar de reguliere sportvelden te gaan. En door middel dit project proberen we daar iets in te verbinden voordat het makkelijker voor hun wordt om zich aan te melden bij de normale sportverenigingen. De deelnemers, er zetten weinig voorwaarden. De voorwaarde is dat iemand binnen Ireszorg een traject volgt of heeft gevolgd. Daarnaast wel volledig abstinent is op de training. We zijn een herstelondersteunende organisatie. Waarbij we geloven dat abstinentie de enige manier is, of in ieder geval het minderen van gebruik, om in een nieuwe fase, een structurele fase van je leven te komen. Waarbij alles wat makkelijker gaat. Dat is de insteek. Ik ben de trainer, de coach. Ja. De coach, de trainer. Ik ben echt het veldwerk. Dus ik ben de trainer die gewoon echt het uurtje op de maandagmiddag met de groep lekker op het veld staat. Daarbij ga ik mee als trainer, coach, speler. Ik doe zelf ook mee. Met toernooien. En daarin probeer ik gewoon een bindende persoon te zijn. Die ook echt, ik geloof niet in hiërarchie. Dus ik ben echt een trainer die tussen de gasten staat en gewoon plezier met ze maakt. En gewoon ze een veilige omgeving geeft. Dat is een team.
Live Goals Nijmegen is onderdeel van Live Goals Nederland. En wat wij doen is laagdrempelige sportprogramma's aanbieden voor kwetsbare doelgroepen. En dat doen we in samenwerking met zorginstellingen en ook sportverenigingen. Op dit moment ben ik dus naast projectcoördinator van Live Goals ook onderdeel van de organisatie bij Orion, waarin ik zeg maar de contactpersoon ben voor zorginstellingen naar de vereniging toe. Ik vind het belangrijk dat iedereen eigenlijk moet kunnen sporten. Ik sport zelf ook eigenlijk mijn hele leven en ik weet wat het met iemand kan doen. En ik vind het ook heel pijnlijk om te zien dat er een groot deel van Nederland niet kan sporten. Of waar de behoeften niet helemaal juist kloppen bij het aanbod dat er is. Dat een coach niet weet hoe daarmee om te gaan. Of misschien teamgenoten niet goed mee met iemand weten om te gaan. En ik vind het belangrijk dat iedereen zich veilig moet kunnen voelen en moet kunnen sporten. Orion is een grote club, maar ook een club die de behoefte voelt om maatschappelijk bij te dragen in Nijmegen. Dus zij willen niet alleen een voetbalclub zijn voor de reguliere voetballers, maar zij willen meer doen voor verschillende speciale doelgroepen. Ja, de deelnemers zijn deelnemers vanaf 18 tot en met weet ik veel oud. Iedereen is welkom. Nou ja, het zijn mensen die een verslavingsachtergrond hebben, dus de mensen die zijn nog meestal in gebruik of zitten net in herstel. En nou ja, dat zijn de mensen waar wij mee te maken hebben. Nou, wat maakt dat ik mij inzet voor het project is dat ik zelf ook een verslavingsachtergrond heb. Ik weet hoe lastig het is als je in een verslaving zit, nou ja, om überhaupt al te gaan sporten. Maar ik weet ook dat sporten wel een verbindende factor kan zijn op weg weer naar herstel toe. Goedemiddag. Hey, heb je een privéchauffeur? Ja, nee, iemand moet het goed voor elkaar hebben. Hè? Ik ben een beetje van beide, zeg maar. Ik begeleid en ik probeer ook zoveel mogelijk wat ik nog kan met mijn knie, dus eigenlijk wel mee te doen. Ook voor de jongens, om dus een beetje voor hun ook de motivatie eruit te halen. Dat het gewoon leuk is om ook nog iets positiefs te doen, iets positiefs eruit te halen uit het sporten. Ik ben aan het stellen van, ja, ze noemen het ook wel een cross addiction. Met als hoofdmiddel had ik alcohol en cocaïne. Alleen ik kan mijn obsessies dus ook halen uit bijvoorbeeld mensen, sporten, werken. Alleen dan overal te veel van doen. Dus of 7 dagen in de week 5 uur per dag gaan sporten, 14, 15, 16 uur per dag werken en dan maar gaan slapen en dan weer gaan werken. Dus ik haalde mijn obsessies eigenlijk overal uit, zolang ik me niet bij mijn eigen hoefde te zitten, met mijn eigen emoties hoefde te zitten. En maar kon focussen op andere dingen. Nee, maar ik ben zelf gewoon heel erg in balans gaan zoeken. Nou, weet je, zoek ik, heb ik in eigen gevonden dat tussen lol hebben en het serieuze gedeelte. Mm-hmm. Dat als je daar de balans tussen hebt, werkt het voor mij heel goed. Ja. Dus je moet een beetje lol ook hebben. Het is niet alleen maar werken en werken aan mijn herstel. Uh-huh. Dus ja, als ik dat niet zo had gedaan, dan had ik nou ook niet op mijn 18 maanden gezeten. Ja, eigenlijk weet ik niet zo heel veel van de deelnemers. Ik weet inderdaad wat voor een, hoe noem je dat, trechter ze komen, of wat hun, maar een hele zorgvraag weet ik niet. Nee. Wil ik ook niet weten. Ik heb natuurlijk met de thuis- en daklozen te maken en ik weet sommige privé situaties vertellen ze wel. Maar daar een insight over wat er echt precies speelt, weet ik niet. Ik denk meer van als ze iets willen vertellen, komen ze er zelf van mee. Door dat Life Goals met sporten, met die jongens die misschien nog niet zijn waar ik ben,
maar wel de intentie hebben. En die blijven mij toch herinneren ook waar ik zelf vandaan kom. En wat mij gewoon sterk houdt, dat ik dat ook daar niet meer terug wil. En in de hoop dat ik hun iets mee kan geven van mijn herstel uit. Wat mij geholpen heeft om te staan waar ik op dit moment sta. Hey boys, kom erbij. Jeremy, zoem maar. Jordi, kom eens. Ja, ben al bedankt. Kijk, het is niet erg, dat verlies hoort er ook bij. Alleen de punten. Hallo, maar de onderwissel telt ermee. Hé, hey, wacht. Ja, zo. Het probleem is niet dat we verliezen. Het probleem is dat we gewoon te veel gaan lopen. Doe ik zelf ook. We moeten gewoon weer terug naar de basis. Gewoon aannemen, spelen, aannemen, spelen. Ja. En Jeremy, schreef erbij. Als jij in de kracht wil zijn, moet je verder die acties maken. Dus speel maar gewoon hem. Balletje links krijgt. Ja, we staan achter. De score maakt niet rondtikken. Dat is een zin. Zie je dat een aanval? Nee, maar we stonden 3-1 achter. Dus we moeten scoren. Klopt, klopt. Klopt. Maar ik heb het geen zin om te spelen als we 3-1 achter staan. Klopt, dat is wat anders. Ja, je hebt toch nog met winnen en verliezen te maken. Alleen de manier hoe er met de teleurstelling om wordt gegaan is wel natuurlijk totaal verschillend. En de meesten hebben natuurlijk ook een grote rugzak. En daar moet je ook natuurlijk rekening mee houden. En ook weten hoe iemand kan reageren. Alleen het is voor mij, het zijn mensen die ik ook pas leer kennen. Dus ik weet niet hoe ze er reageren op een verlies of op een winst of op een enorme teleurstelling. Verloren en verliezen wat erbij, hè? Fuck it, goeie, volgende pak weer. Spelen, goed spelen. Als we makkelijk houden, dan moeten we lekker wedstrijden winnen. Toch? Ja. Dus ik leg ook niet te veel vragen. Want het belangrijkste is eigenlijk om helemaal ook terug te komen op alles. Ik moet hun die veilige omgeving geven. Op het moment dat ik alleen maar blijf vragen over thuissituatie en dingen, dan dat komt wel. Ik denk dat dat ook in het traject voor de komende jaren, dat wel komt. En dat je inderdaad ook op toernooien gaan ze vanzelf meer vertellen, kom je meer te weten. Het coronavirus houdt ons land in de greep. Ons en de rest van de wereld. Samen staan we voor een opgave van enorme omvang. Veel mensen zullen het gevoel herkennen dat we de laatste weken in een achtbaan zitten die steeds sneller lijkt te gaan rijden. Je vraagt je af, gebeurt dit echt? Ik vind het heel spijtig dat de flow waarin we zaten, dat abrupt tot een stilstand kwam. Door middel van de beperking en de maatregelen. Daar waar we een aantal leuke toernooien op de planning hadden staan, konden die geen doorgang hebben. Daarnaast is het ook de wekelijkse training, die is komen te vervallen. Waarbij ja, we elkaar uit het oog zijn verloren. En dat vind ik het meest schrijnende in deze periode, geen contact meer kunnen hebben met de deelnemers en met de collega's waarbij we dit project draaien. De mensen die zijn bij ons niet meer bekend waar ze nu verblijven. En dat vind ik ook lastig, om in te kunnen schatten hoe het met ze gaat. Ja, gezien de richtlijnen van de overheid kijken we wat er nu mogelijk is. En dan gaat het met name over hoe in dit geval de voetbalclub erbij zit. Met betrekking tot de trainingen, of dat we daar de trainingen mogen hervatten. En dat zal dan op een kleinschalige manier gaan met de veiligheidsmaatregelen in acht te nemen. Dus een ander soort training, maar waarbij er wel sprake is van contact en sport en plezier. Nou ja, het voetbalproject is eigenlijk abrupt gestopt. Ik denk, eigenlijk zijn alle dingen abrupt gestopt, dus ook het voetbalproject.
We waren van plan echt een mooie voorjaar tegemoet te gaan met meerdere festivals. In september zouden we nog naar de EK Live Goals gaan. Nou ja, dat is nu allemaal gecanceld helaas. Dus ja, inderdaad. We, zijn dus hier, we dachten van, dat we eigenlijk pas in september weer door konden gaan. Nou ja, nu dus door de versoepelingen kunnen we alsnog nog 4-5 trainingen dit seizoen geven. Wel met inachtneming van de regels, dus dat betekent geen partijvorm. De douchen en de toiletten zijn gesloten bij Orion, dus het is allemaal een stuk soberder dan dat het was. Maar ja, het is beter dan niet, dus ja. Een activiteit van 2 maanden. Lekker om hier te staan. Zoals je ziet, ik heb het zonnetje meegenomen. Dus ja, lekker. Vrijheid op het veld, balletje mee. Doet de mens goed. Ja, vooral dat, de betrokkenheid, de opkomst. Als ik op de groepen kom, dan merk ik dat er een hele grote enthousiasme is betreffend het voetbalproject. Dat vind ik superleuk. Alleen inderdaad, als ik dan vaak op maandag hier op de training sta, dan blijkt inderdaad de afgelopen tijd de opkomst nog wat minder te zijn. En dat vind ik jammer, omdat het... Het blijkt inderdaad, het toernooi is er een grote opkomst, dus er blijkt wel een grote vraag naar te zijn. Alleen, er zit iets waardoor ja, de meesten hier niet op maandagmiddag komen, willen of ongemak. Dus daarin zou ik inderdaad wel zelf een grote rol willen pakken. Dus inderdaad door ze op te halen of ze enthousiast te maken. Of, misschien iets minder vrijblijvend te maken. Nou, op zich, de vrijblijvendheid mag wel, want ik denk dat het wel een vrijwillige keuze is om hier te komen. Het is, je moet niet onder dwang, dus je moet het echt doen omdat je het leuk vindt. Maar wel inderdaad de stok achter de deur en de ruggensteun. Dus wel de motivatie. Nee, daar ben ik niet bang voor. We hebben een project wat degelijk is, wat goed uit de verf is gekomen. Het zal niet meer zo zijn dat het team waar we mee geëindigd zijn in februari, met een paar trofeeën op zak, dat dat ook het team zou zijn waarmee we weer gaan starten. Maar we hebben ondertussen een netwerk, dus ik ben ervan overtuigd dat we zo weer een aantal gemotiveerde deelnemers kunnen zoeken. Ik heb op dit moment nog niet meer meegetraind, want ik was, omdat ik druk was met mijn eigen opleiding en mijn examens. Dus vandaar dat ik nog niet meegetraind heb. Ja, gemist heb ik het sowieso. Ja, ja, gemist heb ik het wel. Dus ik ben blij dat het boek weer begonnen is. Ja. Mijn balans was, in het begin heb ik daar moeite mee gehad, omdat ik nog een structuur heb opgebouwd voor de corona. Een bepaalde dagstructuur, hoe je de dagen doorkomt. En eigenlijk door die corona is dat eigenlijk, viel dat helemaal weg. Want alles wat je deed, mocht niet meer. Alles wat je met werk, vielen bepaalde dingen weg. Dus dat was wel heel moeilijk in het begin. Alleen dan is het in plaats van ja, dat ik daar met mijn hoofd in blijf hangen, moet ik gaan zoeken naar oplossingen. En zo ben ik er wel doorheen gekomen. Ik heb er veel over gepraat op de dagopvang met Henk, die graag ook wou dat het begon. En daar hebben we er gewoon over gepraat en veel uitgelegd dat het op dit moment niet gaat. Ik hoop dat we, als we in september weer kunnen gaan beginnen, dat we in ieder geval misschien al wel wat uitgebreid zijn. Dus dat we meerdere mensen hebben die hier aan meedoen en de meerwaarde hiervan gaan zien. Ja, als het aan ons ligt, zeer zeker. Maar ja, zoals je zelf zegt, het is nu net allemaal weer iets versoepeld. Ja, we zijn er nog afwachten. Alles tot en met september is gecanceld. Nou ja, en dan begint ook weer het nieuwe seizoen.
Nou ja, en in dat nieuwe seizoen zullen we ons weer gaan beraden op ja, wat er allemaal kon. Maar ja, daar gaan we in ieder geval aan meedoen, mocht het zover zijn.